iedereen. Ik kom net uit de douche en een van de meest gestelde vragen van de afgelopen tijd is: hoe verzorg ik mijn haar? Waarom is het zo glanzend en zo gezond? En hoe hou je die krullen er zo lang in? Dus ik dacht, ja, ik ga nu toch aan de slag. Ik ga het meteen maar even opnemen met de vlogcamera. De shampoo die ik gebruik is van het merk Artego. Dat is een Italiaans merk. Dit is de shampoo. Dus de shampoo kan ik sowieso heel erg aanbevelen. Ook het haarmasker uit dezelfde lijn. Die is alleen al op bij mij. Dus die kan ik je nu niet even laten zien. Maar dus de Rain Dance lijn van Artego vind ik persoonlijk heel erg goed. Nou, als ik dan mijn haar heb gewassen, dan doe ik het in zo'n tulband. Dan kan het een beetje opdrogen en een beetje handdoek droog worden eigenlijk. Mijn haar van nature is heel droog en heel stug. Dus niet schrikken, ik ga er echt een shitload aan haarserum in doen. Dit is ook serum van de Rain Dance lijn van Artego. Maar ik moet eerlijk zeggen dat alles serum goed is. Ik heb ook dit haarserum van Kisu, vind ik ook goed. Het is wel duur, maar het is wel goed. Je kunt ook gewoon goedkopere serums pakken die je gewoon bij de Action kunt kopen. Als er maar gewoon ja, siliconen in zitten. Voor mijn haar werkt dat het allerbest. Dus terwijl mijn haar handdoek droog is, ga ik er al serum in doen. Er staat altijd op de verpakking, doe 2 tot 3 pompjes en verdeel het over de lengte van je haar. Nou, ik doe dus echt bijna 20 pompjes in totaal. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dus jij is al bijna op. Ik vlieg echt door die flesjes met serum heen. En dan doe ik het inderdaad alleen in de punten van mijn haar. Je denkt echt, wauw, dat is superveel. Maar omdat mijn haar zo droog en stug is, wordt het echt opgeslurpt. Kijk, als je fijner haar hebt, als je minder haar hebt dan ik, of minder droog haar, dan is dit natuurlijk veel te veel. Maar voor mijn haar werkt dit. Oké, als het serum is verdeeld, kan ik 2 dingen doen. Heel vaak doe ik het even zo met een clip vast. Dit is een tip die heb ik geleerd van mijn zusje Larissa. En dan zorg je al dat het hier een beetje zo omhoog zit. Nou, dan kan je nu gewoon je haar aan de lucht laten opdrogen. Dus dan droogt het omhoog op. Dan heb je al meteen die basis van volumineus haar te pakken. Wat ik nog wel doe, is een heat protector aanbrengen. En dat is deze van Kisu. Ik weet nooit hoeveel je nodig hebt, dus ik spray altijd maar gewoon wat. Nou, normaal gesproken zou ik het dus nu gewoon op deze manier laten opdrogen aan de lucht. Maar omdat ik nu deze tutorial voor jullie aan het opnemen ben, ga ik even op de kop feunen en dan kom ik daarna bij jullie terug. Ik verdeel het in 2 en dan ga ik het allereerst even goed doorborstelen. En dan doe ik het allerliefst met de Wet Brush. Dat is mijn favoriete borstel. Ze hebben, ja, je komt gewoon heel makkelijk door je haar heen, ook als je haar makkelijk klit. Nou, allereerst, ik borstel mijn haar dus even goed door. En zoals je kunt zien, glanst het al heel erg mooi. Dat is een combinatie van goede haarverzorging, heel veel serum en ook wel een beetje goede genen natuurlijk. Hè? Laten we eerlijk zijn. Zo, nu lijk ik echt een soort van hippie. Als je dacht dat ik klaar was met het haarserum, dan heb je verkeerd gedacht. Ik ga gewoon nog meer aanbrengen. Volgens mij is het serum echt bijna op. Ik ga nog even alles eruit halen wat erin zit. Ongeveer 10 pompjes deze keer. Dus je begrijpt, die flesjes serum gaan er echt snel doorheen bij mij. Vooral omdat die flesjes vaak ook gewoon heel klein zijn. Nou, ik heb net mijn staaltang even ingeplucht. Die is van het merk Cloud9. Nou, hoe krul je nou je haar met een staaltang? Het is eigenlijk heel makkelijk. Je pakt je plukhaar, die leg je over de tang heen. Haal je hem onderdoor en dan doe je hem ertussen. En dan heb je nog een beetje speling, dus dan kan je zeg maar je tang nog wat hoger trekken. Knijp je hem dicht en dan ga je langzaam naar beneden. Ik vind het fijn om krullen te maken die dan lekker ja, wat strakker zijn. Dan borstel ik ze daarna mooi uit. En dan blijven ze vaak 4-5 dagen nog zitten. En dus elke keer als ik een krul heb gemaakt, rol ik hem dus een beetje op. Klein beetje haarlak. Beetje af laten koelen zo. Beetje knijpen. Je voelt vanzelf als ze een beetje wat meer lauw worden. Ja, zo. En dat doe ik dan met de rest van mijn haar. Ik moet even een pauze nemen, want iemand is wakker. Iemand is wakker. Wat ben je mooi. Wie is dat? Wat een mooie. Ja.
Nou jongens, ik ga Cameron even voeden en dan kom ik straks weer bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Cameron is gevoed en ligt weer te slapen. Nou, sommige mensen vinden het nu al mooi hoe het er nu uitziet. Ik hou meer van wat lossere krullen. Dus dan pak ik weer mijn wet brush en dan borstel ik het heel voorzichtig uit. Pak ik echt het allerlaatste beetje van mijn serum. Je gelooft het niet, er gaat nog meer in. Nou, mijn haar ziet er dus nu zo uit. Mooie losse krul. Ik hoop dat je het goed kan zien trouwens. Ik vind het zelf heel erg mooi, dus dat uitgeborstelde resultaat. Mijn haar is wel echt nog super plat aan de bovenkant. Dus wat ik dan gebruik is een volumespray. Deze vind ik ook heel erg goed. Die is van Living Proof. Het heet The Perfect Hair Day Body Builder. En dit breng je dus aan op droog haar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn haar verzorg, welke tools ik gebruik, welke stylingproducten ik gebruik, hoe ik het dus krul met de stijltang. En mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust bij de comments en dan zie ik jullie snel weer terug in de volgende video. Doei!